En het cultureel centrum Brazilië-Suriname, CCBS, heeft afgelopen zaterdag op feestelijke wijze zijn nieuw gebouw aan de Hadi Benjaminstraat in gebruik genomen. Het voormalig centrum stond aan de Swallenbergstraat. Het centrum is opgericht om de Braziliaanse cultuur en de Portugese taal te promoten en wel in het kader van de versterking van de bilaterale betrekkingen tussen Brazilië en Suriname. Om aan de groeiende vraag van het CCBS-werk te kunnen voldoen, is de organisatie verhuisd naar een groter pand. Volgens Laudemar Aguiar, ambassadeur van Brazilië in Suriname, is het hoofddoel van het centrum om meer Surinamers de Portugese taal te leren spreken. Volgens Ildis Polak Bigli, minister van Buitenlandse Zaken, is het beheersen van verschillende talen in deze tijd een must, vooral in ons multicultureel land. Culture and language are the most important assets that define us as a people. Through culture and language, we are able to express our vision, our beliefs and customs, and mainly define our identity. I'm convinced that culture and development are basically interwoven and crucial elements of the peaceful coexistence of peoples and nations. It all starts with the sincere deed of learning about each other's culture and practices, which in turn enrich the way we understand each other, as well as develop our communicative skills, talents, and emotional intelligence. And this is regardless of whether you are a diplomat, a business person, an artist, a musician, or a citizen. De bewindsvrouwen onderstreept het belang van het CCBS en ook de rol die het centrum heeft vervuld en zal blijven vervullen om de natuurlijke eigenschappen die wij bezitten te vergroten. To the forefront of human development through the true expression of culture. May I once more take this opportunity to congratulate you with the inauguration of these new headquarters and allow me to wish you all the success with the center and a real fusion of cultures between our countries. And furthering the activities of the center, I also wish to suggest that consideration is given that young and old form brought together through different cultural means in order to close the generational divide and get the opportunity to showcase their talents with regard to the different cultures. Dat was dus Ildis Polak Bigli, minister van Buitenlandse Zaken. Ze sprak afgelopen zaterdag tijdens de opening van het nieuw hoofdkantoor van het cultureel centrum Brazilië-Suriname, CCBS. Trouwens, het verslag kwam van Sifra Goudland.